En welkom kijkers bij een nieuw Max Euwe journaal. Ik ben Vincent Fleming, speler van Max Euwe 3. En ik heb meegenomen, je ziet het boven mij, Hans Postman, speler van Max Euwe 2. Maar ik geloof, Hans, goedenavond, dat jij ook voor Max Euwe 1 speelde. Hoe zit dat precies? Goedenavond kijkers en Vincent. Ja, het was verrassend, want inderdaad, normaal speel ik in het tweede team. Maar afgelopen zaterdag werd mij gevraagd in te vallen in team 1. Team 1 had een belangrijke wedstrijd tegen Philidor Leeuwarden. Er moest gewonnen worden om de eerste klasse veilig te kunnen stellen. Dus laten we eens even kijken hoe dat ging. Vallen meteen binnen met de wedstrijd aan bord 1. Rob Bertelé heeft wit. En even kijken, Vincent, kun jij de partijstelling van Rob zien? Jazeker, ja. Mooi. Dan hoop ik dat de techniek goed gaat. Wit is hier aan zet. Rob staat wat beter. Toren C7 is een goede zet. Dan moet je nog wel even met wat kleinigheidjes rekening houden. Paard maal D5 trucs, die werken gelukkig niet, omdat wit nog altijd lopen C4 achter de rand heeft met een penning. Maar Rob koos voor een ander plan. Rob speelde hier paard D3 en achteraf is dat niet de meest handige zet. Zwart speelt sterk G4. En nu speelt Rob alsnog toren C7, maar dat blijkt minder goed. En zwart die denkt, druk, ah, ja. Toren maal A7. Want uitschakelen, speelt verdedigen. Wit, dame maal A7. Ja, dan volgt dame maal C7 en stuk winst. Ja. Echter, Rob had daar wel gekeken en speelde heel sterk toren maal D7. Toch was toren C7 niet de goede zet. En wel wegens wits zet hiervoor, paard D3. Die blokkeert namelijk de witte loper. En zwart had daar gebruik van kunnen maken. En wel door paard maal D5. Wow. In dit geval paard 1 maal D5. Het andere paard kan misschien ook nog. Want nu is daar toch wel een vervelende paardvork op C7 en B6. Ja, die kan niet meer lopen C4, hè? Nee, dat is het grote verschil. Nu dat paard op D3 staat, die staat hier in de weg. Wat kan wit dan nog wel spelen? Dame B3. Maar ja, dit is toch wel lastig, want na een mogelijk vervolg, toren C1 is sterk bezet, want het voor de, hè, valt de dame aan het voor de hand liggende loper C6 faalt wegens oh, trucjes. deze truc. Ja, leuk. En deze stelling is toch wel erg plezierig. Maar in plaats daarvan kan zwart het betere dame A5 doen. En ja, hier staat zwart toch wel wat beter. Stelling is wel knap ingewikkeld. Het vervelende voor wit is bijvoorbeeld dat F maal G4 is niet zo sterk. Want dan komt zwart met E4 doorzetten. En dan worden de zwarte stukken ineens heel actief. Dus ja, zwart had hier zijn kans kunnen grijpen. Deed dat niet. In plaats daarvan speelde hij. Probeerde een andere truc. Maar zoals het vervolg de partij blijkt, werkt deze hier niet. Laten we even kijken hoe de partij verder ging. Toren maal D7, sterk. Paard maal D7. En als we nu even naar deze stelling kijken, dan staat het materieel gezien nog steeds gelijk. Alleen nu de dames geruild zat, staat eigenlijk die zwarte toren op H6 die een beetje buitenspel. Terwijl wit op zijn beurt heel snel met toren F1 naar C1 naar C7 dreigt binnen te gaan. Dat is toch wel heel problematisch voor zwart. Die paarden, zijn pionnen op de damevleugel, ja, die zijn allemaal erg kwetsbaar. Terwijl ja, zwart heeft zelf eigenlijk weinig aan zijn stuk op de koningsvleugel. Zwart zoekt nog naar een verdediging. Slaat eerst op F3.
Toren F6 om zijn toren bij de verdediging te betrekken. Ja, heel vervelend. Die loper die kan, valt het paard aan, wil bijvoorbeeld al naar E6. Nou, paard F8. En ja, daar komt hij. Hij was al voorspeld. Toren C1 dreigt binnen te vallen. Ja, en wat kan zwart daar tegen doen? Nou, hoera! Zwart lijkt zich nog net verdedigd te hebben. Maar ja, nu komt de volgende mogelijke slag. Loper B8. Oh. Ja, subtiel. En nu zie je ineens... ja, torenmaal F7, gevolgd lopermaal D6, wint de pion. Oh, pardon. Slaat zwart, ja, dan lopermaal C7 en pion D6 is niet meer te verdedigen. En de tweede dreiging die wit heeft is loper C8. Om gewoon lekker die pionnen op B7 naar A6 op te puzzelen. Ja, zwart kan zich eigenlijk niet meer verdedigen. Er werd nog een paar zetten gespeeld, maar het is duidelijk dat de partij voorbij is. En hier gaf zwart het ook op. Zijn pionnetjes gaan eraan. Wit heeft een paar pionnetjes extra. Het zijn ook nog vrij pionnen. Die op D5 is heel sterk. En, ja, een vlotte overwinning. Ja. Helaas liep de wedstrijd verder niet zo een stuk minder voorspoedig. Frank die speelde aan bord 2 met zwart en wist weliswaar snel gelijk spel te bereiken, maar meer dan remise zat er niet in. En bord 3 Bart en 4 Fabian, dat ging mis. En ja, spannend was wat er aan bord 5 gebeurde. Dat was een hele ingewikkelde partij. Maarten speelde daar met wit. En ja, dit is de stelling. Ingewikkelde opening. Wit is aan zet. Zwart dreigt bijvoorbeeld lopermaal G3 om daar een pionnetje op te halen. Lopermaal G3, F-maal G3, gevolgd door damemaal G3. Dus ja, wat gaat wit doen? Gaat wit passief het paard terugspelen? Maarten die kiest voor een hele andere aanpak. Hij speelt hier het zeer interessante dame D3. Nodigt zwart uit om op G3 een pion te winnen. Laten we eens even kijken wat er gebeurt na lopermaal G3, want dat is toch wel interessant. Terug, damemaal G3. Mm-hmm. Ja, wit heeft hier meerdere mogelijkheden, maar zelf zat ik naar dame A3 te kijken. Want dat verhindert niet alleen de korte rokade, ook de lange rokade is niet meer handig, wegens damemaal A7. Dus ja, die zwarte koning die staat in het midden. De E-lijn is half open, dus er komt al heel snel een toren van A1 naar E1. Dus ja, het zal duidelijk zijn dat... ja, meteen is trouwens nog niet zo goed, maar... ja, maar op G3 lopen man of 3 moet je rekening houden. Maar goed, het zal duidelijk zijn... dat in deze stelling zwart moet uitkijken. Let op dat paard DI5 voor zwart hier absoluut geen goede zet is. Want na lopermaal D5, C-maal D5 is dame E7 in één klap schaakmat. Ja, ja, ja. Maar goed, dat had de kijker natuurlijk wel gezien. Dus, maar het zal duidelijk zijn dat de zwartspeler hier dit toch niet zo zag zitten. Dus zwart dacht... laat wit die pion maar houden. Ik breng eerst even mijn koning in veiligheid. Middels lange rokade. Toch wel zo verstandig. Nu. Ja, de bedoeling van dame D3. In plaats van het paard passief terug te trekken, kan het paard nu naar E4. Zwart speelt loper F4. En hier komt weer een verrassende zet. Ik zag deze zet... uitgevoerd worden. En ik dacht van, nou, kan dat zomaar? G3. Het blijkt gewoon te kunnen. Het ziet er eng uit, maar het is gewoon een keurige zet. Zwart besluit wat stukken te ruilen. En ja. Hier is de stelling toch wel enigszins in evenwicht. Misschien staat wit zelfs een tikkeltje beter. Misschien niet. Paard G4.
Ja, of dat de beste zet is naar toren. De computer vindt naar toren AE1 dat wit een tikkeltje beter staat. Maarten die was iets wilds van plan, maar zag daarbij helaas een geniepigheid overal. Maarten speelde B4, ziet er op eerste zicht logisch uit, hè, tegen je koning op C8. Ja, gewoon Ja, laten we die maar aanvallen. eens de aanval in. Ja. Maar zwart heeft een truc. Beste kijker, wie de truc wil vinden, die kan even het filmpje op pauze zetten en even rustig kijken. En wie het gezien heeft, of de oplossing wil weten, hier zwart aanzet, win materiaal. En wel met paard E3. Een Ja. hele akelige gemenigheid. Ja, zeker. Dus dat was helaas gemist. Want het vervelende is, ja, f-maal g3 kan gewoon niet. Want dan komt dame-maal g3. Het is niet alleen schaak, maar je verliest ook nog even Ja, een vreselijk. paard. Zwart staat twee pionnen voor, die h-pion is gevaarlijk. Ja, dit verliest gewoon, dus dat is geen optie. Dus ja, in armoede, ja, wat speelt wit noodgedwongen dan dame c5. Maar nu pakt zwart een kwaliteit en speelt koning B8, brengt zijn koning in veiligheid, dekt A7. En ja, wit Maarten verdedigde nog hardnekkig, probeerde het beste van te maken, maar helaas voor hem, de zwartspeler speelde het erg nauwkeurig en na een lange, vele uren durende strijd wist de zwartspeler te winnen. Zelf speelde ik remise. Dinant Postma knap te winnen. Achim zal niet tevreden geweest zijn. Zijn tegenstander speelde wel erg sterk in de opening. Maar op een gegeven moment was er een verrassende remisekans voor Achim die niet benut werd. Hoogtepunt van onze kant gezien was de partij van de tweede invaller. Dat was Jasper Kamphuis. Die mocht tegen Jippe Kamstra, toch een gevaarlijke tegenstander. En dat blijkt ook wel, want Bij Jasper heb je nooit saaie partijen, nee, er gebeurt van alles. En die tegenstander die wees ook wel verwant, want die Jasper heeft wit, Jippe Kamstra heeft zwart. Ja, en zwart die trekt fel van leer in de opening. Speelde erg sterk. En ja, Jasper met wit die speelt paard B3. Toren A4. Nou ja, dat is toch een goede zet. En daar zal ook wel rekening mee gehouden worden. Maar de reden waarom toren A4 zo goed is, is eigenlijk vooral vanwege de volgende zet. Want nu de dame moet wijken, komt zwart ineens met het verrassende paard maal E4. Zeer sterk gespeeld door zwart. Wat gebeurt er als wit terugslaat? Denkt van, nou, misschien lopen we maal E4, maar zwart slaat nog veel harder toe. Zo. Wel met lopen maal B2. Allemachtig. Ja, want schrik niet, naar koning maal B2. Volgt. Wow, nog eentje. Bam! Oh, wauw. Wat En jee. schuin, wat. Tjonge, schitterend hoor. Dus, ja. Dus dit moet de zwartspeler ook allemaal gezien hebben waarschijnlijk. Ja, ik zeg ja, die zwartspeler die trok fel van leer. En de eerste 20 zetten waren van groot op grootmeesterniveau van de zwartspeler. Jasper wijselijk sloeg niet, maar speelt loper D4. Ja, was zwartspeler, die dacht natuurlijk, die loopt hem al bij 2, die loopt op G7. Ik ga geen E5 spelen op mijn mooie loper te blokkeren. Achteraf, de computer zegt dat E5 toch het beste was, maar ik kan me zo voorstellen dat de zwartspeler geen trekken had. En de zwartspeler speelde zeer agressief verder. Wel, wegens paard F6 nodigt wit uit om op E7 te slaan. En zoals we weten is onze clubgenoot Jasper bepaald niet bang uitgevallen, dus die gaat daarop in.
Voilà, zwart. Jawel, zwart wil gebruik maken. Het beroemde kwaliteitsoffer in de draak. Deze keer niet op C3, maar op D4. En paard D5 valt de dame op E7 aan. En die loper op G7, die wordt weer akelig actief. Zeker. Dus, maar toch is de stelling hier niet zo heel duidelijk. Want ja, zwart heeft natuurlijk wel materiaal geofferd. En zwart vervolgt nu met het zeer logische dame A2. Maar achteraf was dat niet het beste. Computer zegt zwart moet gewoon paard E3 spelen. Wel, na toren D3 hoeft dat paard niet weg, omdat je nog lopermaal F3 hebt. En ineens dreigen dingen als lopermaal D4 en torenmaal C2. Dus ja. En op deze is zwart die. En Ja, dat moet je ook maar even zien hoor. Is dit het goed is voor een zwart? vol. Het is ongeveer gelijk. Oké. Zwart, wit staat maar qua materiaal iets voor, maar ja, de zwarte stukken staan erg actief en zwart heeft compensatie. Ja. Wie het weet wat het zeggen. Loper-racist is trouwens wel akelig, dus het doet er waarschijnlijk goed aan om hier G4, G5 te spelen. En ja, het is een Zeer complexe hoogst setup, hoor. onduidelijke stelling. Ja, Maar ja, ja. dame A2 ziet er ook mooi uit. Want Ja. ja, De die loper op B2, G7, die hè? pion op B2. Ja. Ja, Als zeker. die C-lijn nog een keer openkomt. Hè. We hebben daar een paard E3, dat soort akeligheden. Maar Ziet kansrijk uit voor zwart, in ieder geval. ja, het ziet er allemaal heel goed uit. Maar Jasper, die verdedigt zich handig. Speelt hier toren D3. Dame C4, zwart denkt, nou, ik ga lekker over de zeelijn iets doen, maar effectief is dat dan niet het beste. Paard maal C6 is misschien wel een goede zet, maar Jasper die speelt hier een geniepig setje. Speelt hier B3. En objectief had zwart nu de dames moeten ruilen. Want, maar ja, zwart heeft materiaal geofferd, wil natuurlijk liever niet de dames ruilen. Maar en in deze stelling staat wit een pion voor, maar ja, heeft zwart toch nog een goede remisekans. Maar ja, zwart zal gedacht hebben van ik wil helemaal geen remise. Ik val aan, val aan, val aan. Speelt dame A6, hè, lijkt. Want ja, die witte koning op C1 die staat nog niet zo heel veilig. Maar zwart heeft iets over het hoofd gezien. Want ja, laatste onhandigheid. Op het eerste gezicht ziet, zijn de zwarte stukken erg actief. Hè? Paard B4 dreigt al. Ja, oké, okay, nog niet meteen, maar je moet er rekening mee houden. Alleen wat zwart over het hoofd zag is toren maal D5. Ja, dat is pijnlijk, hè? Penning! Ja. Ja, dat was natuurlijk het idee achter B3, om die dame naar een slecht veld te lokken. En ineens is zwart zijn mooie paard kwijt. Zwart probeerde nog wat. Maar ja, hier is het duidelijk dat er iets mis is gegaan. Ja, zwart houdt geen aanvallers meer over nu, hè? Nee, nee, nee. Zwart is eigenlijk hier uitgepraat. Ja, het was vlak voor de 40e zet, dus er werd nog even snel een paar zetten doorgehaald om te kijken of de tijdcontrole haalt. Maar ja, hier was het niet meer zo heel moeilijk voor Jasper. Nou, dit is de 41e zet. Er is voor beide partijen een half uur bijgekomen en hier gaf zwart het ook op. Wit staat gewoon een groot materieel voor en zwart heeft geen enkele aanvalskansen meer. Sterker, dame C8 schaak is een hele vervelende dreiging, want koning G7 volgt dame H8 Acht, ja. is een dreiging. Dus ja, het is hier helemaal voorbij. Maar wat is de eindstand van de match eigenlijk dan? De eindstand, want ja, laatste partijen, Pol en Bortin speelden weliswaar een goede partij, maar konden niet verder dan remise. Uiteindelijk werd het een nipte 5,5, 4,5 overwinning voor Philidor. Ik moet zeggen, de overwinning was verdiend.
En helaas, dat betekent voor team 1 degradatie. Ja. Ja, zelf speelde ik een correcte remise, maar omdat ik inviel in team 1, heb ik helemaal niet meegekregen wat de tweede deed. Die moest spelen in Almelo. Dus Vincent, Ja, kun jij mij vertellen wat team 2 in Almelo heeft gedaan? ik neem het even over. Ik ga nu naar de partij van Jan Willem Timmerman. Die was ex-Almeloer, volgens mij. En die heeft hier wit. Ik moet even kijken, want jij hebt die partij altijd keurig aangeleverd, Hans. Maar ik moet altijd even zoeken naar welke zet ik spring. Ja, deze zet. En ik denk dat hier in deze partij een belangrijk thema sterk veld is. We zullen dat spoedig zien. Hier wordt paard G6 gespeeld en het speelt paard Ja, Jan G4. Willem speelde trouwens tegen Humphrey Bure, wel bekend, vele jaren Freemort. En zijn broers en neven zijn ook allemaal goede schakers. Ja, volgens mij heb ik wel eens tegen inderdaad buren gespeeld. Ja, Ja. het is een grote schaakfamilie. En zwart slaat hier op G4. Wordt teruggeslagen. Dame D7. En Hier. F3. Ja. En ja, hier staat wit denk ik al heel erg goed. Want koning G7 gespeeld. Ja, nu is het belangrijk om Ja. een goed plan te vinden. En dan is het Ja. belangrijk om het begrip sterk veld te kennen. Ken jij het, Hans, dat begrip sterk veld? Ja, Komt er een stappen een mee door sterk dit, hè? ver. Nou, ik Dus volgens zo mij ken is ik het het in ieder geval. flink stuk ouder dan de stappenmethode. Zoals ik het nog voor de stappenmethode heb geleerd, is een sterk veld een veld waar je stuk naartoe kan, waar die niet door een pion bedreigd kan worden en wel door een eigen pion verdedigd. Ik weet niet of de stappenmethode dezelfde definitie hanteert. Zo is het exact. Ja. Ja. Ja, in dit geval speelt Jan Willem sterk. Paard E2 met het plan om dat paard op het sterke veld F5 neer te Ja. zetten. En zoals je zelf zegt, Hans, ja, daar kan het paard niet meer door een pion worden weggejaagd. Staat die ijzersterk. En dat is een heel sterk plan. Dat is toch gewoon. Ik weet niet, had Kasparov al niet gezegd, een paard op F5, dat is al 4 punten water of 4,5. Weet het niet. Ik weet wel dat hij wat over de octopus zei, maar ja, die staat nog één rij verder. Dat is de derde paard op de derde of op de zesde rij. Ja, hier staat Ja. het witte paard op F5. Zwart heeft ook Ja. een mooi paard, maar dat is voor helaas voor zwart geen sterk veld. Ja. Want dat veld kan nog worden. Ik zat mij af te vragen trouwens of zwart dat paard in plaats van F4 niet naar H4 had moeten spelen. Ja. Om met het idee om het paard op F5 niet toe te laten. Maar ja, dat heeft ook zo zijn nadelen. Dus ik kan me zo voorstellen dat. Want ja, op paard op F4 staat toch een stuk minder vrij dan dat paard op F5. Nou, het zit al meteen in grote problemen, want het dreigt gewoon keihard G3. En dat is eigenlijk al niet Ja. meer fatsoenlijk te verdedigen. Want Ja. zwart speelt door H5. Ja. Maar ja, G3 en dat paard staat gewoon opgesloten zelfs. Ja. Nou, ik wilde. Ja, nou, dat is het eigenlijk. Hè. Het stuk gaat gewoon verloren. Zwart denkt er door even te dekken. Maar ja, wit valt Ja. gewoon nog een keer aan. En Ja. de partij is in zekere zin al voorbij nu. Ja. Geef dat stuk maar gewoon. Ja, nog iets van compensatie, maar ja, Maar. witte stukken staan toch gewoon te actief. Zwart krijgt natuurlijk nog wel wat materiaal, Ja, dat maar lijkt, maar dit. Dame ja, D3 is wel daar een gemeen hoor. wou ik net zeggen, het Ja. probleem is de diagonaal van B1 naar H7. Ja. Die beslist eigenlijk de partij. Ja, zwart probeert nog wat te rommelen, maar het lukt allemaal niet. Het gaat heel snel mis hier. Ja. Oh, wacht even, wacht even, wacht even, wacht even. Dit is nog wel even een belangrijke. Want wat volgt er naar toren maal H4? Oké. Want op toren maal H4, paard maal F3, is ineens wit in de aap gelogeerd. Teken. Maar wit heeft een zeer sterke tussenzet. Kijk, beste kijker, wat speelt wit hier?
En wie nog even verder wil wisselen, kan het filmpje weer op pauze zetten. En voor wie het wil zien, wit heeft de tussenzet dame f5 schaak. Ja, ja. Want na dame mal f5 is geen mal f5 ook schaak. En daarna kan wit in alle rust die toren op h4 opgeven. Dat is wel even een hele belangrijke. Dus dat is goed gezien van de witspeler. Dat toren mal h4 niet kan. Ja, ik zal even kijken. Ja, volgens mij zit het nog goed. En ja, want ik probeerde eigenlijk langzaam, nou, want het gaat naar het slot van de partij te komen. Want ja. Ja, dat is ook wel mooi als je voor staat. Hè? Dan kun je lekker ruilen. Ja, je kunt ruilen. En, de zwart kan het niet accepteren, dus die moet nee. Wijken. Dus dan kom je zelf je eigen stukken actief te staan en die van de tegenstander wat passiever. Ja, en nu kun je gewoon lekker aanvallen. Nu heb je de vrije hand, hè? Ja. Nou, het was al gebeurd, maar het is nu helemaal prijsschieten. Maar het slot is wel aardig. Dit is een mooie manoeuvre. Ja. En dit is al een mooie paard ja, vijf. Ja, schaak. En nu de slotzet. Kijker, wit, ja. Aanzet, wint. Dan zullen we het maar even doen. Wie? Ja, ja. Vincent, juist. Ja, dat is een mooie. En zwart gaf de ja. Partij op. Want, ja, je kunt die wel pakken, maar... Ja, dan volgt Thormal H6 en schaak mat. Vrij matje. Ja, goed gespeeld van Jan Willem. Ja, ja. Even kijken, we gaan naar de volgende partij. Die komen in bij de 20e set. Eens even kijken... Ploep. Thomas van Velen. Thomas 100% van Velen. En ja. Lopen F4 is net gespeeld door Thomas. Mm-hmm. En de stelling is min of meer gelijk. Evenwicht. Well, zwart misschien wel aardige kans heeft met B4 of C4. Maar dat wordt niet gespeeld. Zwart speelt een zet die niet zo goed is. Hij speelt hier lopen D4. En het is meteen foute boel. Ziet er op eerste gezicht heel logisch uit. Ja. Want die loper staat op D4 erg actief, valt die pion op F2 aan, over de F-lijn, hè, als wat een keer op E4 staat en die F-lijn komt, ja, dan moet open, dat is toch ook allemaal eng. Zeker. Ja, wat moet wit doen? Nou, wit heeft een hele geniepige. Ja, dat is ook wel een mooie kijkersvraag, hè? Ja, ja, ja. Lopen D4 was niet goed, maar waarom niet? Nee, dus kijker, zet maar even de filmpje op pauze en puzzel even. Wat een fraaie dingen komen er altijd weer langs, hè? En ja. Wit speelde hier paard maal B5. Juist. Ja. Uitroepteken valt ook de dame er even aan nu. Ja. Zwart slaat natuurlijk terug. En dan plop. Ja. Pakt de loper. Heeft de pion natuurlijk gewonnen. Daar gaat die mooie loper. Ja, ja. Ja. Niet alleen pion gewonnen, maar ook die zwarts belangrijkste aanvalstuk is meteen eraf. Die fraaie financiette loper ja. Van zwart. Klopt. En dan wilde ik even nog snel door de rest van de partij, want er komt toch een heel mooi fragmentje. Dat is op zet 27. H5. Ja, dit gemaakt nu handig gebruik van zijn activiteit. Hè. Kijk naar het verschil. Die witte lopers zijn zeer actief. En zwart ja. Heeft een paard op A5 dat van afstand toekijkt. Toren D4 gespeeld. Ik denk dat er wel meerdere zetten goed zijn. Maar dit is wel een heel cool bloedige zet die wit hier nu speelt. En het speelt hier hamelgetjes. Ja. Ja, dat is toch wel fraai. Ja, dat... dat doe je, zo'n set doe je, ik denk ook als je in vorm bent. Hè? Als je lekker wat punten gescoord hebt, dan denk je van... Hé, maar dit is ook goed. Hamel G6. Ja. Even kijken, ja, zwart sloeg terug Hamel G6. Maar als je als je die dame pakt, dan kun je bijvoorbeeld eerst even die toren pakken. Ja, dat is wel even belangrijk. Met schaak, ja.
En dan pak je die andere toren mee en dan Ja. heb je een lekker spel, hè, met die. Ja, en kijk even naar de wit komt heel snel met toren E3, toren F3, loper C3 en gaat die zwarte koning belagen. Ja. Die koning kan niet naar de koningsvleugel ontsnappen, die moet vluchten naar de damesvleugel, maar dan verlies je pion H7 en dan ja, heeft dit zoveel activiteit. Dat houdt zwart niet vol. Maar zwart sloeg dus terug op met hamel Ja. G6 en ja, wit behield zijn stellingsvoordeel en wist Het is uiteindelijk niet alleen wist pion niet. voor, maar wit staat ook gewoon veel beter. Dus wat de koningsstelling is verzwakt, witte stukken staan actief. Ja, zie zwarte torens, die zien er wel leuk uit, maar ja, zwart kan nooit iets concreets doen via de. Hij ging maar meteen offeren hier. Ja. Idee is wel grappig, maar schijnoffer. Ja. Check. Nog een check. En mat. Ja. Ja, dat 5 uit 5 heeft Thomas, als ik mij niet Ja, vergis. zo is het helemaal. Ja. Ja. Even kijken, en hiermee won Max Euwe 2 met 5,5 tegen 2,5 van Almelo. Toch wel een sterk team. Ja, Altijd lastige tegenstander. en interessant in de stand is dat ASV staat bovenaan, maar die heeft al alle wedstrijden gespeeld. En Max Euwe 2 moet nog één wedstrijd. Ja. Ik heb het even niet. Tegen wie moesten ze ook alweer? Ik moet even vergeten. Putten. Oh ja, Dodo, PSV Dodo. Ja, ja, Ja. ja, Dus Gelijkspel is ja. genoeg. En Ja, dan. ze staan, we staan aan team 2, staat 1 matchpunt en 2,5 borgpunt achter. Dus als we 4-4 gelijk spelen, dan hebben we dat matchpunt ingehaald en zijn we op bordpunten kampioen. Winnen mag natuurlijk ook, maar ja, Putten is toch een lastig team. Dus we zullen er nog onze inhaalwedstrijd goed ons best moeten doen. Maar we hebben het in eigen hand. Kijken of we dan toch nog het seizoen vrij kunnen bekronen. Ja, laat het hopen. Ja, verder voor deze uitzending, team 3 en 4 speelden niet. Dus helaas. Maar ik heb begrepen dat de volgende ronde dat team 3 dat helemaal gaat goed maken met een heleboel partijen. Okay, nou, we gaan het zien. De kijker moet gewoon dit kanaal in de gaten houden. Dan ziet ze Ja. waarschijnlijk wel al die fragmenten weer langskomen. Ja. Ja, volgens mij zijn Oké. we er doorheen voor vanavond, Ja. Hans. Ja. Kort en krachtig. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. En zo is het tot de volgende keer.